wat ik er voor mezelf uithaal is van om bijvoorbeeld bij het gras maaien te blijven. Op zich doet het er niet toe of dat je het gelijk doet, of dat je wacht tot het zo lang is of nog langer. Op zich alles wordt gezien, hè? Dus voor die totality maakt het totaal niet uit. Mm-hmm. Maar alleen in het volwassen worden, zeg maar, is het handiger om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, om het op tijd te doen. Dat is wat ik eruit haal. Of voor het effectief functioneren. Ja, maar dat hoort bij volwassen zijn, toch? Ja, maar een vrij wezen heeft vaak de neiging om ook effectief te zijn. Het signaal komt. En normaliter, als er geen ik is, dus geen weerstand, dan wordt het signaal opgevolgd. Ja, oké. Dus als er hier schrijfenergie is, dan wordt er geschreven. Niet als er geen schrijfenergie is. Dat is stupid. Nou, zo kan er grasmaaienergie zijn, of ja, satsangenergie, of whatever. Dat wijst zich vanzelf. Dus ik zeg wel eens van, als ik dan met die tuin, als voorbeeldje, ik bedoel, dat kan je voor alle levensaspecten. Ik zit in die tuin, en je zit in je leven, en je voelt gewoon, of je ziet op een gegeven moment, die plant heeft dorst. Dat is het signaal. Dan kun je daar van alles van gaan maken en bij bedenken, maar wat ik meestal zie is gewoon een lichaam wat opstaat, een gieter haalt of een slang, afhankelijk van waar het staat, en het wordt water gegeven. Dat vindt plaats. Want het roept je. En een heleboel mensen die doen allerlei dingen waar ze helemaal niet toe geroepen zijn. En de dingen waar ze wel toe geroepen worden, die gaan ze dan uitstellen of... Ik begrijp het gewoon niet. Maar dit maakt het wel helderder voor mij, dat onderscheid. Goed. Ja. Dat betekent dan ook dat het vanuit die stilte, dat je het makkelijker kan horen of voelen. Yes. Wanneer je geroepen wordt. Voilà, en dat geldt dus ook voor innerlijke dingen. Iemand die vroeg een keer van, ja, maar wanneer weet ik nou of ik iets moet doorvoelen? Dat weet je. Je gaat niet de godsganse dag van alles zitten doorvoelen, maar je weet wanneer je daartoe geroepen wordt. Je weet wanneer iets in je zegt, kijk dit aan. Of pak dit op, of confronteer dat. En dat is innerlijk precies hetzelfde als uiterlijk. Je weet wanneer je iets moet zeggen tegen Pietje. Je weet wanneer je voelt van, nu is het genoeg geweest. Maar je doet dat dan niet uit allerlei angstverhalen. Je gaat er een hele toestand van maken. Terwijl het meest effectief is gewoon, Pietje, don't do this again. Klaar nou. Dus dan leef je als het ware vanuit die vrijheid, zeg maar, zonder tussenkomst. Van die controlerende, op angst gestoelde instantie. Ja, zonder tussenpersoon, zeg maar. Ja, precies. Ik heb ook nog een vraag over dat je het... Gisteravond bijvoorbeeld, dan is het alsof ik op slot zit. Maar ik wil dat niet. En toch is het er. Mm-hmm. En dan vandaag wordt er iets gezegd. En dan komt er dus veel verdriet. Zit ik dat zelf te creëren? Zit ik iets te denken of is het dat het er niet mag zijn? Of wat is het? Ik weet het. Nee, ik moet zeggen, als ik het nu uitspreek, dan is het al. Dan is het al weg. Right. Ja. Dus kunnen we achteraf constateren dat er iets wordt vastgehouden. En dat is nooit een beschuldiging, hè? Dat is gewoon iets waar we zien gebeuren. Er is iets en het wordt vastgehouden. Nu doorbreek je het door het te zeggen. Ja. En dan gaat die energie stromen. En zo simpel is het. Ja. Ja, het is handig om dit soort dingen dus helder te krijgen. Ja. En waar we het er straks over hadden, als het signaal komt meteen. Zeggen. En niet 2 weken gaan lopen wachten. Nee. Want dan heb je 2 weken... Een gesprek, eigenlijk. Ja.
Ben je 2 weken aan het gras maaien of de belastingaangifte? Ja, ja, ja. Weet je wel? Je straalt die energie allemaal uit. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Het kost bakken energie en dat is voor niemand leuk. En vroeg of laat moet het toch een keer, of het gaat zitten etteren van binnen. Ja, zo simpel is het. Yes, yes. Ik zeg, je meen het tegenop om dit te zeggen. Ik ga het hele lijf kloppen, maar het is nou één keer zeggen. Yes. En ja. That's all right. Dus daar kunnen we zien van dat er dan weer een idee aangezet van ik mag niet emotioneel zijn of ik kan het niet aan of allerlei aannames in het systeem. Terwijl als je gewoon even je opent, is er niks aan de hand. Ja. Is toch geweldig? Ja. Zo, weekend kan beginnen. Creëren we dan ons eigen ziek zijn? Dat weet ik niet. Dat gaat me nou ook weer wat ver. Omdat jij zegt, dan begint dat te etteren. Ja, dus dat kan. Maar we worden ook ziek gewoon omdat we slecht in elkaar zitten. Of met diegene dat leuk vinden. Dus, want anders gaat het heel snel op dat spirituele gedoe van... eigenlijk komt het er dan op neer, dan heb je kanker en dan is je eigen schuld. Ja. En daar, ik hou daar niet van. Maar is het zo van dat stress en valse aannames en al dat soort dingen belastend zijn voor het organisme? Yes, of course. Het lichaam vindt het helemaal niet zo leuk om de hele tijd onder de heerschappij te staan van een of andere gestoorde, op angst draaiende mafketel. Kijk uit, pas op, doe dit. Niet doen. Dat is voor het lichaam helemaal niet leuk. Het is nog een wonder dat we daar zo uit mee worden en dat er zoveel goed gaat eigenlijk. Het wordt, hoe eenvoudiger, hoe simpeler. Het is eigenlijk ook simpel. Ja. Goed gesproken. Dodelijk eenvoudig. Ja. Het is niet te doen. Ja. Dat we daar zoveel tijd in steken. Ja. En mee bezig zijn en van hier naar daar en lezen en doen en met elkaar en het ligt voor de hand. Ja. Gratis. Voor niks. Ja. Ja. Gaat je binnenkort je werknummer aan? Dat is mogelijk. Dan is dat maar zo. Maar aan onwetendheid geen gebrek. Je zegt vaak, Hans, daar ga ik niet over. Maar dat helderder worden, nog helder worden... Nee, dat klopt. Het is een onpersoonlijk proces. Ja. Ik kan het wel graag willen. Ja, ja. Of denken het te willen. En we weten dus ook nooit wat het in gang zet. Dat kan van alles zijn. Je kop stoten, een boek lezen, een
weet ik veel, een ziekte, een crisis, een verliefdheid, een, could be anything. En ineens beginnen dat dingen op te vallen en van au, au. En dan blijken de aanwijzingen continu, right in your face. De hele tijd heeft het bestaan gezegd, jij! Alleen ja, dat zagen we even niet. En ineens zie je het wel. Dat is wel bizar. En als dat gebeurt, dan... ja, dan vreet het je op eigenlijk. Wat zeg je dan? Dan vreet het je op. Die ik, die wordt gewoon weggevreten als het ware. Of alle gaten inscheuren in en brokkelt af. En op een gegeven moment is er nog maar net genoeg over om nog een beetje samenhangend te kunnen functioneren. En op een naam te reageren. Als een blouseje of zo. Dat is wel praktisch. Maar eigenlijk is het leeg. Het is open. There's nobody there. Ja, ik moet zo denken aan dat je zei van denkende te willen, hè, over die helderheid. Ja. Dat van de week werd me dat opeens ook heel duidelijk toen ik zag van het is eigenlijk best makkelijk om gewoon terug te gaan, gewoon afstand te nemen. En ik zag mezelf gewoon moedwillig dat uitstellen. Ja. En toen dacht ik, nee, wat gebeurt hier? Wat is het dat nu niet gebeurt en ik voel dat er een soort invloed... Nou ja, het werd duidelijk, laat ik het zo zeggen. En dan kom een soort angst tegen dat als de leiding ging om in die doemodus te blijven. En als ik dat niet zou doen, dat het dan misgaat of overgeleverd zijn aan. Dat was een beetje de angst, ja, zeg maar. En toen dacht ik, ja... Weet je, zeggen dat je dat wil of zo, is helemaal niet zo. Er is iets wat het helemaal niet wil. Ja, precies. En dat is dus precies dit. Yes. Want dan ben je vrij en dan moet je het zelf uitzoeken en dan zijn er geen regels meer. Ja. En dan, oh my god. Dan is daar die leegte. Ja. Plus wat ik ook maar realiseer, steeds meer zeg maar. In het begin dacht ik nog, of een poos terug, dacht ik nog van het is een soort ideale situatie, ideale toestand of zo. Maar dat is echt helemaal niet. Mm. Het is gewoon compleet alles feesten. Ja. Wat er is. Ja. Dus dat wordt ook duidelijk in dat, ook van de week, weet je. Ik bedenk gewoon nu dit aankijken. Ja. Toch maar even niet, weet je wel. Nee, dat is het. Mm-hmm. En tegelijkertijd hebben we ook niets anders. Punt. Weet je, of zo, dat is alles tegelijk van even zo naar boven. Zien, zeg maar, in dat proces. En het hele feestje wordt dus inderdaad ook gezien. Dus die helderheid, dat is de grap, die is er dus al. Ja, ja, dat ook. Het is alleen alsof we net doen, alsof we het niet zien of we de rug toekeren. Maar het is er de hele tijd al. Ieder smosje wat ik maak wordt gezien, iedere vluchtbeweging wordt gezien, ieder uitstellen wordt gezien, ieder claimen wordt gezien. Die fucking helderheid die is er al, alleen ik denk dat het de vriend of de vijand is of iets dergelijks. But it's me. Je ziet alles al. Dat is ook een goeie, want die vraag had ik laatst opgeschreven, die moet ik Hans vragen. Maar dat is altijd leuk, want dan schrijf je hem op en dan wordt het vanzelf wel duidelijk ofzo. Maar dat er die gelijktijdigheid is. Yes. En toen dacht ik, hé, ik zit nog in die of-of modus. Ja. Dus er is of ik ben en helder en dan zit ik in een soort van modus, weet je wel, zo, dan is het stil. Maar op het moment dat het stil is en er komt een spanning bij, dan lijkt er alleen die spanning te zijn. Ja, dat is dus niet waar. Nee, dat is dus niet waar. Maar daar zit nog wel een soort verwarring soms. Nou, dat komt dus omdat die ego-figuur, die zoekt altijd naar een gevoel. Weet je wel, dus er is, een toestand is mogelijk van helderheid zonder emoties of zonder ongemakken. En dan denken we dat de hele tijd zo moet zijn. Nee, er is gewoon helderheid en soms is dat vrij van ongemakken en soms zijn er ongemakken. Maar die helderheid wordt daar niet anders van, die wordt daar niet door aangetast.
Plus we stellen ons dan nog op als iemand die wel of geen helderheid heeft. Nee, jij bent de helderheid, niet iemand die al dan niet het licht aanzet. I am the light. Dus ik kan daar niet onderuit, snap je? Ik kan wel doen alsof de hele tijd zo. Maar het ziet er heel raar uit, een lamp die zo doet. Ik zie het niet. Ja, yeah, right. Ik weet niet wat ik moet doen. Onzin. You do. We hebben gewoon geen zin om te staan. To be real. Denken de controle te hebben. Ja. Yeah. Maar als je dus even kijkt, aangezien je het licht bent, is dat makkelijk. Dan zie je dat controle helemaal niet bestaat. Er is gewoon helderheid plus angst. Good. Eens kijken wie er wint dan. Ik denk dat die angst, die heeft helderheid nodig om te kunnen bestaan. Niet andersom. En met of zonder angst, die helderheid die is. Het houdt gewoon geen stand, dus angst. Ja, moet ik ook nog aan denken in die gelijktijdigheid, of dat of-of gebeuren. Dat er gewoon zo'n voorkeur is voor dat het gewoon stil is en dat dat systeem tot rust komt. Want het is zo vaak gestrest bij mij, weet je. En dus daarin zit dan ook nog van, dan is het altijd zo en ontspannen en... Ontspanning is een effect op het systeem. Ja. Het is niet de helderheid. En dat het is niet altijd het geluk of het fijn voelen of wat dan ook. Dat zat ik toch wel na te jagen. Ja, we do. En dat is dus soms als mensen van die spirituele ervaringen hebben, het gevaar daarvan dat we dan dat gevoel gaan najagen. Ja. Maar dat is een tijdelijk gebeuren. We moeten helemaal niks, maar bij wijze van spreken, je gaat houden van die helderheid. En op een gegeven moment komt de klik van, dat is wat ik ben. En dan is het basically game over. Dan wordt stressen heel moeilijk. En verder is het ook nog zo van, straks wilde ik daar nog iets over zeggen, maar het maakt verder niet uit. Verschillende organismes functioneren op verschillende manieren. Sommige zijn stressgevoeliger dan anderen. Sommige zijn drukker dan anderen of rustiger. Weet je, alles. En dat heeft verder een flikker te maken met verlichting. Niet zo, dat was een heel opgefokt kereltje. Vroeger waarschijnlijk, maar toen hij wakker was nog steeds. Ramana was op het saaie af. Ja. Een bak liefde, verder niks. Eén keer per jaar boos. Nou, dat is een beetje weinig. Daar doe ik het niet voor. Ik ben een drukker tip. Ja, ik ben blij dat je dat zegt, want ik ben ook een drukker. Ja, dat bedoel ik, daarom zeg ik het ook. Weet je, want anders gaan we denken dat we in een soort, als je wakker bent of volwassen bent, dat je dan in een soort... trage, weet ik veel. Ja. Nee, kaffa-types die zijn traag, vata-types die zijn druk. Ja. Dus dat is ook handig om te weten. Daar zet ik mezelf ook bijvoorbeeld op mijn werk. Dan, als ik dat dan zo zit aanschouwen, dan moet ik geen idee dat het zelf van de plek loopt. Ja. Ik moet wel, ik kan niet anders of zo, weet je. Dat is oké. Okay. Maar dan denk ik, we zijn niet zo, dus dan ga ik mezelf hier klein zitten maken. En ik ben super snel gestrest. Weet je, ik kan heel moeilijk tegen werkdruk, tegen weet ik van wat. Ik kan er ook niet tegen. Dat is geen grapje. Dus het prettige van helderheid is dat we dan gewoon ook naar dat organisme, dat we eerst mij noemden, kunnen kijken en gewoon kan zien, oh, de instellingen staan bij dit poppetje zo. En bij een ander poppetje staan ze ander. En dat hoeven we helemaal niet te vergelijken. En dat hoeft niet allemaal langs een eenvormige meetlat. Het hoeft niet in een of ander normaal te passen. Wat natuurlijk helemaal niet kan. Nee. Weet je wel, dus dan is dat nog een dubbele bevrijding. Want dat organisme is ook van die meetterreur af. Of vergelijkterreur. Van ik zou meer zus moeten zijn en minder zo.
Je moet helemaal niet. Laat dat ding toch lekker doen. De ene, ja, die is bewegelijk en de ander niet. Nou en? Laat toch lekker. Die variatie is toch ook grappig? Is ook zo. Ja. Ik kan er zelf ook om, maar soms. Yes. Good. In die helderheid mag je gewoon zijn wie je bent, hoe je doet, altijd voor verbetering vatbaar, maar eerst maar accepteren dat je bent zoals je bent. Nee, niet accepteren. Nee, maar ja, moet ik het zeggen, daar bewust van zijn, dat het gewoon... Het wordt gewoon gezien. Ja. Kan dan niks. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik, dat wordt gewoon gezien en daar hoeft voor de rest niks mee te gebeuren. Nee. Dus geen, er is geen oordeel over. Nee. Het wordt gewoon gade geslagen. Oh, zo. Ja. Een hond blaft, een kat miauwt en Jan jant. Ja. Oké. Okay. Dat is heel, heel bevrijdend. Ja. En de grap is dat daardoor, door die helderheid dus, dingen kunnen gaan veranderen. Maar dat is dus niet door het ego gestuurd. Het gaat niet een kant op, het voldoet niet aan whatever. Maar dat kan, omdat er ontdekkingen gedaan worden, omdat die losheid er is, kunnen er dingen gaan veranderen. Dat is grappig, dat is spontaan van binnenuit en niet planmatig. Ja, ja, zo voelt het ook. Zo wordt dat ervaren. Ja. Merk dat je daardoor steeds meer gewoon in het hier en nu bent van wat er nu gebeurt in plaats van achter je mind aanhollen wat er moet gebeuren. Sure. Het is meer van, ja, dit is wat er is. Yes. Relax jongen, dit is het. En als je wat moet doen, dat zie je dan wel, dat voel je dan wel, yes. Of niet. All right. Thanks.